Hey kijkers van mijn aflevering en welkom bij deze update video. Het wordt niet een super lange entertainende video, maar ik voel toch even dat dit even nodig was om te maken. Maar ik heb een paar updates voor jullie die jullie waarschijnlijk heel erg belangrijk vinden om te weten. Maar daarvoor ga ik heel even een paar nieuwtjes vertellen en even een bedankje doen. Want ik wil jullie in ieder geval hartstikke bedanken voor de laatste tijd, de support die jullie me hebben gegeven. We zitten al inmiddels bijna op 17.500 abonnees, wat echt niet normaal veel is. En op Twitch hebben we nu eindelijk ons partnership. We hebben 25 abonnees gehaald op Twitch. En abonnees op Twitch is natuurlijk wel iets anders dan subs op YouTube of followers. 25 mensen hebben inmiddels namelijk een subscription van $5 per maand op mij genomen op Twitch. Waardoor wij dus bijvoorbeeld onze eigen emoticons kunnen toevoegen aan de site. Zo hebben wij dus BFD GG en BFD Gasm als emotes. En die kunnen nu gebruikt worden door alle subscribers op Twitch. Wat ik eigenlijk best wel fucking cool vind. Dus in ieder geval super bedankt voor de support. Ook super bedankt iedereen die heeft meegedaan aan het Rocket League toernooi wat ik laatst heb gedaan. We hadden echt enorm veel kijkers. Enorm veel mensen wilden meedoen aan het toernooi. Wat ik super vet vond om te zien. Dus ja, in ieder geval hartstikke bedankt daarvoor. Dan iets wat eigenlijk heel erg handig is voor jullie om te weten. Is een kleine schema update. Van Duncan, waarom upload je nou eigenlijk? En wanneer upload je nou niet? Zoals jullie hebben gezien, de laatste tijd. Of in ieder geval de laatste week. Heb ik niet elke dag geüpload. Nou, dat heeft dus een beetje zijn reden. Natuurlijk, school is natuurlijk weer begonnen. En dat had nog een beetje een zware impact op mijn energie. Ik voelde me namelijk heel erg vaak fut en kut om zeg maar video's te gaan opnemen. Ook was het echt super mooi weer. Dus dat kostte eigenlijk nog meer energie om video's te maken. Dus ik had er gewoon letterlijk de puff niet voor. En natuurlijk moet je onthouden dat YouTube een hobby is voor mij. Ik bedoel, als je groter wil worden, het belangrijkste is dat je vaak uploadt en dat je goede video's maakt. En weet ik het dan wat. En dat je natuurlijk heel veel fun in hebt. Alleen op momenten dat ik even mijn energie nodig heb en dat ik net weer ben begonnen met school. Dat kostte gewoon heel veel energie van mij. Want ik zat nog lekker in de flow van de zomervakantie. En dan boom, opeens school komt met heel veel energie. Zuigende dingen. Dus ja, dat is kut, maar het hoort erbij. Dat is in ieder geval waarom er de laatste week weinig uploads waren. Ik ga er dus aan werken. Ik moet gewoon even weer in mijn flow komen. En dat komt waarschijnlijk hartstikke goed. Dan een echt uploadschema. Wat ga je nou uploaden? Welke dag, Duncan? Nou, hoe het dus gaat zitten. Ik stream dus minimaal 2 keer per week. Dat schema kan je onder mijn livestreams vinden. Dat zal dus vanaf vandaag, woensdag, van 4:30 tot 6:00 worden. Dat zijn dus waarschijnlijk wel dagen waarop sommige mensen op school kunnen zitten. Maar voor mij persoonlijk is het de beste datum om nog in ieder geval door de week een stream te kunnen knallen. Dus dat jullie dat weten. En ik hoop dat jullie dan ook in je agenda zeggen van, hey, Duncan is live. Ik ga kijken naar zo'n livestream. Dus woensdag van 4:30 tot 6:00. Maar ook in het weekend op zondag zou ik een hele middag live zijn. Dan stream ik namelijk van 1:00 tot 6:00. Dus pretty much mijn hele zondagmiddag is verneukt aan een livestream. Alhoewel, ook al zou ik het niet verneuken noemen, want ik vind het hartstikke leuk om te livestreamen. Dus zet het ook zeker even in je agenda. Elke zondag van 1:00 tot 6:00. Dit zal hopelijk zo lang mogelijk het schema blijven voor mijn Twitch livestreams. En Duncan, wanneer zijn je video's dan geüpload? Want dat zou ik je nu vertellen. Want elke dag wanneer ik niet stream, zal ik dus uploaden. Dus dat is dus 5 keer in de week. Dat is dus op, even zien, maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. In ieder geval, dan kan je uploads verwachten. Als ik een dag niet upload om 5:00, dan is hij of later. Dat wordt dan op mijn Twitter gezegd. Of ik had pretty much gewoon niet de energie. Of misschien wel eens geen zin. Maar meestal dram ik dan zelf nog een beetje door. Dus je kan niet elke dag een upload verwachten. Dus maximaal 5 keer per week. En misschien soms wat minder. Want natuurlijk, YouTube blijft een hobby van mij. Ik besteed er elke dag veel tijd aan. Maar niet uit of ik wel of niet upload. Ik besteed er tijd aan. Ik doe mijn best om zoveel mogelijk te uploaden. Voor jullie en voor mezelf. Want ik vind het heel erg leuk om te doen. Alleen ik ben natuurlijk gewoon nog een scholier. Dus verwacht niet altijd dat ik fulltime ready ben. In ieder geval, dat was even de update video. Hopelijk heb ik jullie meer duidelijkheid gegeven over wanneer en waar ik nou stream. En waar ik upload en wanneer ik upload. Alhoewel dat was een beetje een rare zin. Want jullie weten dat ik op YouTube upload. What the fuck. Ik wil jullie dan nogmaals heel erg bedanken voor de support die jullie de laatste tijd hebben gegeven. Echt niet gezond. Super bedankt daarvoor. En dan zie ik je hopelijk bij de volgende video. En er is nog maar één ding. En dat is peace out.